In Nederland geldt vanaf 1 augustus een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer, onderwijs, zorg en overheidsgebouwen. Er is veel discussie geweest over de wet en de handhaving. Andere Europese landen kennen al langer een vergelijkbaar verbod. Wat weten we over de situatie in die landen? In Frankrijk geldt sinds 2011 een algeheel burka- en niqab-verbod. Daarmee heeft het land een van de strengste wetten van Europa. Ce voile intégral représente de manière tout à fait extraordinaire tout ce que la France rejette spontanément. C'est le symbole de l'asservissement des femmes et l'étendard, comme vous l'écrivez, de l'intégrisme extrémiste. Er kwamen daar protesten van enkele draagsters. Tout ce qu'ils ont pu réussir à faire, par contre, c'est monter la haine vis-à-vis de ces femmes qui portent le voile intégral. Au jour d'aujourd'hui, je vis ma vie comme tous les jours, avec de la pression constante, les regards des gens méchants, les insultes quotidiennement et les agressions verbales qui vont jusqu'à l'agression physique. Maar het Europees Hof voor Rechten van de Mens oordeelde dat de Franse wet rechtsgeldig is. Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties is het niet met die uitspraak eens. En ook België kent sinds 2011 een nieuwe wet rond gezichtsbedekkende kleding in het openbaar. Je pense que la burqa et le niqab ne sont pas des signes religieux. Rien dans l'islam, dans le Coran ou dans la Sunna n'impose ce type de vêtements. C'est donc pour moi un signe politique et idéologique. C'est un signe d'asservissement de la femme par rapport à l'homme. Ook de Belgische wet is niet in strijd met de mensenrechten. Zo oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in 2017. Die wet was meer symbolisch vanaf het begin. Preventief ook, wordt gezegd, maar niet zozeer dat er moest worden ingegrepen en dat daar dan over hoe dat ging moest worden gediscussieerd. Nee, het was meer iets dat op papier stond en in de praktijk stelde dat heel weinig voor en is er ook nooit oneenigheid over geweest, over handhaving of niet en op welke manier. Na een paar jaar zijn er wat cijfers opgevraagd in een paar kranten en dan, ja, die lagen aan de heel lage kant. Er zijn een paar boetes geweest of waarschuwingen, maar het gaat over enkele gevallen per jaar op zijn hoogst. En die discussie die nu bij jullie woedt, die hebben wij, als ik het goed heb, nooit gehad op die manier, over de handhaving dus. Maar in het parlement was er geen echte discussie. Alle partijen waren het wel eens van zo'n burka, nee, dat willen we niet in ons straatbeeld. Maar er waren er heel, heel weinig. Je moet al een professor in de mensenrechten hebben of zo, daar echt een probleem van gaat maken. Maar die zullen ook niet zoveel gehoor vinden. Het wordt zo vrij algemeen aanvaard, zal ik zeggen. In Duitsland geldt er net als in Nederland een gedeeltelijk verbod. Bij de Oosterburen is het sinds 2017 voor overheidspersoneel niet toegestaan gezichtsbedekkende kleding te dragen. Ik halte eine Vollverschleierung für ein großes Hindernis bei der Integration. Daraus mache ich keinen Hehl. Denn wenn das Gesicht im Verborgenen bleibt, sind die Möglichkeiten des Kennenlernens und des Einschätzens der Persönlichkeit stark eingeschränkt. Das behindert jede Kommunikation, die eben nicht allein aus Worten besteht. Oostenrijk kent sinds 2017 een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar. De Oostenrijkse journalist Robert Treigler ging in 2010 al eens een periode de straten van Wenen op met een burka, om te ervaren hoe dat is. You get looked at in the street. Nobody ever said anything mean to me. Nobody, let alone attacked me or anything. And I just wanted to see what would happen to me. And I was accompanied by a woman who was not wearing a niqab, but who was wearing an Islamic veil. And she sort of translated for me whenever I was interacting. And I was doing different things. I was asking for an apartment. So I was pretended that I wanted to rent an apartment. The lady who was renting out her apartment, who I contacted afterwards, said that she had a feeling that there was, she didn't want to rent it out to me, that she had a feeling there was something wrong. But that was pretty much it. I could walk around in the streets and nothing would happen. Wat weten we over het verbod en de handhaving in Oostenrijk? I can give you a number. There is a small city in Austria called Zell am See. And it's a favorite tourist place for tourists from Saudi Arabia. And this is where you have the highest number of women wearing a niqab in Austria. And in this place, this year so far, there have been 228 tickets.
on the whole, this just isn't a big thing. I mean, there aren't many women who are wearing this. And as I understand, policemen are asking women who are wearing a niqab to take off the veil in front of their face. And if they do that, it's fine. And if they don't, they get fined.